Hallo allemaal, in deze video ga ik jullie wat uitleggen over lopende golven. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over allerlei golfbewegingen. En lopende golf is één vorm van golfbeweging die we vaak zien. Als je iets in het water gooit, dan krijg je een golfpatroon dat zich verspreidt over een groter gebied. Je snapt misschien wel dat het water zelf beweegt wel op en neer, maar het water stroomt niet naar de zijkanten. Wat dus beweegt, dat is de golf. En in feite zie je dus een bergje van zo'n golfbeweging steeds verder verplaatsen ten opzichte van waar de steen bijvoorbeeld in het water is gegooid. Nou, wat een golf transporteert is namelijk trillingsenergie. Dus niet de deeltjes zelf, hoewel dat deeltjes zijn die bewegen. Wat die echt naar buiten toe transporteert is de energie. En je kan het vergelijken met een wave in een stadion, waarbij mensen op een tribune gaan staan en dan weer zitten. En als ze dat mooi getimed doen, dus je gaat bijvoorbeeld jouw buurman gaat staan en vlak daarna ga jij staan en dan ga je weer zitten en daarna gaat jouw buurman staan en weer zitten. En je doet dat mooi regelmatig, dan krijg je een soort bult van mensen die door het stadion beweegt. Maar natuurlijk, de mensen zelf rennen niet zo door het stadion, die staan alleen maar op en neer. En je ziet dus eigenlijk een soort bergje door het hele stadion gaan. Dus daarom zie je ook altijd de bewegingsrichting van de deeltjes, in dit geval de mensen in het stadion, die hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn als de richting van die berg. Nou, bij lopende golven onderscheiden we dus in feite twee soorten golven, namelijk transversale golven en longitudinale golven. Ik zal van allebei uitleggen wat het is en laten zien wat je er aan grootheden bij nodig hebt en wat je er een beetje aan kan berekenen. Nou, bij lopende golf kun je dus bijvoorbeeld denken aan een koord, een stuk touw dat ik vasthoud, dat het echt gespannen staat, en ik geef het een slinger. Dus ik beweeg het even omhoog en omlaag en weer omhoog en dan hou ik hem stil bijvoorbeeld. Dan krijg ik dit te zien. Dus eerst is het touw nog helemaal stil. Dan heb ik hem dus eventjes één keer even omhoog gezwiept. Dan komt er een bult tevoorschijn in feite. En dan, nadat ik hem omhoog heb gezien, zwiep ik hem een keer omlaag. En dan weer een keer omhoog en dan weer in de evenwichtstand. Dan zie je dus eigenlijk die bergjes zo helemaal door het touw heen bewegen. Dus dat touw zelf dat doet dit. Maar die berg die beweegt naar rechts. Nou, als je daar een foto van zou maken van een bepaald moment dat dat touw dus geslingerd wordt en je ziet die golf erin staan, dan zou het er zo uit kunnen zien. En die afstand tussen bijvoorbeeld twee maxima, dat noem je uiteraard de golflengte. Voor de golflengte gebruiken we het symbool lambda. En hier zit die dus ook, die golflengte. En die kun je dus uit die foto afleiden als je weet welke afstand het is. Dan ga je gewoon dit meten en heb je de golflengte. Nou, bij een... Dit noemen we trouwens al een transversale golf. Een transversale golf is een golfbeweging waarbij de deeltjes, in dit geval de deeltjes van touw, in een andere richting bewegen dan de golf. Dus de golf gaat in die richting, dat is de snelheid van de golf in die richting. Je kan er ook bepalen hoe snel die is als je deze afstand weet en weet hoe lang die het over doet. Maar de deeltjes zelf gaan alleen maar op en neer. En dat is een transversale beweging. Dus eigenlijk staat de beweging van de deeltjes loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf. Bij een longitudinale golf niet. Om dat te kunnen laten zien heb je eigenlijk zo'n spiraalveer nodig die als speelgoed ook wordt gebruikt om kun je van een trap af laten lopen bijvoorbeeld, maar je kan er allerlei dingen mee doen. En hierboven zie je, heb ik geprobeerd die spiraalveer te tekenen zonder dat er iets mee gebeurt, die leeft in rust. Maar als ik dan van de zijkant een tik er tegenaan geef, dan krijg je een verdichting van die veer, maar die zet daar weer uit, maar die verdichting die wordt doorgegeven aan de buren. En als ik dus twee keer zo dat tegenaan tik, dan zie ik dus een soort schokgolf door die veer heen gaan. En dan zie je dus die stukken van die veer een beetje uit elkaar gaan en weer bij elkaar komen. En als je daar dan een foto van maakt, als je een bepaald moment kijkt, dan zie je bijvoorbeeld hier een verdichting zitten, hier een verwijding en hier weer een verdichting. Nou, dan kun je ook hieruit afleiden dat dit de golflengte is van die golf die wordt doorgegeven. Dus de deeltjes zelf in dit geval bewegen wel een beetje links-rechts, wel in dezelfde richting als de golf, maar ook weer terug. Dus niet allemaal alleen maar die kant op natuurlijk, terwijl de golf alleen maar die kant op gaat. En dat noem je dan een longitudinale trilling. In de lengterichting, zeg maar, zou je kunnen zeggen, in de bewegingsrichting van de golf. Dus de deeltjes schudden. En in feite, als dat zou vergelijken met die mensen in het stadion, bij een transversale golf gaan ze staan en zitten, terwijl de golf dan dus die kant op beweegt. Bij een longitudinale trilling zijn ze eigenlijk schouder aan schouder aan het tikken. Dus dan schudden ze die kant op en dat wordt doorgegeven naar zij. Nou, als je dan die golflengte hebt en je hebt de golfsnelheid bepaald, dan kun je natuurlijk ook gewoon zien hoe lang zo'n trilling duurt. Of andersom,
Als je weet hoe lang dat duurt, wat deze golf daar is, en je weet die afstand, kun je de golfsnelheid bepalen. Dus die drie die horen bij elkaar, golfsnelheid, trillingstijd en golflengte. En nou, als je in de goede eenheden werkt, zoals hier staan, golflengte in meters, trillingstijd, hoofdletter tegenwerken daarvoor, in seconden, dan kun je de golfsnelheid in meters per seconde uitrekenen. Nou is er natuurlijk nog een verband tussen trillingstijd en frequentie. Frequentie is hoeveel trillingen per seconde er zijn. En uiteraard, als ik de trillingstijd weet, dan kan ik de frequentie uitrekenen. En andersom, als ik weet er zijn 10 trillingen per seconde, dan is mijn trillingstijd 1/10 seconde. Nou, als je het allemaal combineert, dan krijg je de eenvoudige formule, denk ik. Lambda is VGT, vergelijk die met S is VGT, de afgelegde weg, is de snelheid keer de tijd. Nou, hier hebben we dus 1 golflengte, dat is de afgelegde weg, zeg maar, is de golfsnelheid keer 1 trillingstijd. Dan kan ik T dus vervangen door 1 gedeeld door F. En dan krijg ik hem als ladder is V gedeeld door F. En die kan je natuurlijk op allerlei andere manieren schrijven, als je dat handig vindt. Nou, dit zijn even wat voorbeelden van, zeg maar, eigenlijk uitleg wat longitudinaal en transversaal is. Je moet dat voorbeelden kunnen bedenken van in de praktijk. Nou, ik zei al, die watergolven, dat is eentje. Maar als je naar het oppervlak kijkt, dat zijn transversale golven. Want dat zijn dus eigenlijk golven die ze op en neer bewegen, terwijl die golf horizontaal beweegt. Als je onder water bent en er wordt een steen in het water gegooid, dan is er boven water, op het oppervlak is dus eigenlijk die transversale golf. Maar onder water hoor je geluid. Dus wat je eigenlijk onder water hebt, is zo'n longitudinale golf. Want geluid, dat zijn eigenlijk longitudinale trillingen die op je afkomen. Dus met een steen in het water heb je eigenlijk allebei die soorten golven. Nou, elektromagnetische golven, dat zijn ook transversale golven. Want ja, ons model is dat de elektrische en magnetische golven in een andere richting trillen dan het licht vooruit gaat. En ja, je zou misschien nog wat andere dingen kunnen verzinnen. Er staan wat voorbeelden in het boek. Maar je moet dus wel kunnen onderscheiden wanneer iets een longitudinale of een transversale trilling is. Nou goed, we hebben dan dus deze ja, twee soorten golven gehad met de grootte die erbij horen. Dan kun je nog afvragen hoe snel beweegt zo'n deeltje nou in die richting. Want dat is dus een andere snelheid, dus de deeltjesnelheid. Nou, in het algemeen, die scrollt natuurlijk, want die gaat naar boven, die staat stil, die gaat naar beneden, die staat stil, die gaat weer terug naar boven. Dus die gaat de hele tijd op en neer. Die heeft wel een maximale snelheid. En die maximale snelheid kun je uit het BINAS halen. Dat is een niet zo moeilijke formule. 2πa gedeeld op t. 2πa herken je misschien als omtrek van een cirkel met straal a. Nou, dat is het eigenlijk ook. Die a, dat is de amplitude. Dus hoe ver dat deeltje uitwerkt. Dus dat deeltje dat heeft dus een variabele snelheid op en neer. Maar je hebt wel een maximale snelheid die je kan berekenen met behulp van amplitude en trillingstijd. Nou, dit is even een begin van dit hoofdstuk dat over golven gaat. En nou, ik hoop dat jullie met de opgave het kunnen maken allemaal. Succes!